Horecaslager Nice to Meet uit Almere wil uitbreiden. Sinds 2013 zit de van oorsprong Amsterdamse slager in de polder. Om die groei voor de toekomst te kunnen borgen, hebben we de grond al naast ons bedrijf gekocht van de gemeente. En dus als we straks willen moeten nieuwbouwen, dan kunnen we in ieder geval kunnen we ons gang gaan. Want dat is van ons. Het zwarte gebouw met herkenbare koer op staat sinds 2013 in Almere. In datzelfde jaar kreeg de slagerij er ook een grote klant bij. Toen we eenmaal aan het werk waren, toen ging het Rijksmuseum in Amsterdam open. En daarmee brak een drukke tijd aan. Er was in Amsterdam in één keer, waar kwamen er meer toeristen en ook andere toeristen. Niet zozeer rugzaktoeristen die even door Amsterdam langskwamen, maar die echt met naar Amsterdam kwamen voor het Rijksmuseum. En die mensen gingen naar een beter hotel en die gingen ook 's avonds lekker uit eten. Ja, en dat zijn onze klanten. Dus wij hebben daardoor in één keer, kwamen wij in een betere flow terecht en ging ons bedrijf groeien. En dat doet het nu al jaren achter elkaar. Een beetje groeien, flink volgens mij. Ja, gelukkig wel. Hoeveel procent was het? Ja, we zijn wel 20% per jaar gegroeid, 5 jaar op een rij. De 100 medewerkers snijden jaarlijks zo'n 12 miljoen steaks van ossenhazen, entrecote en ribeye. Het vlees gaat naar hotels, restaurants en sterrenchefs. Door het hele jaar heen zijn wij een hartstikke druk bedrijf. En zeker sinds we naar Almere gekomen zijn, is de groei alleen maar groter geworden. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Door de steeds toenemende groei heeft het bedrijf ook nieuwe personeelsleden nodig. Degenen die bij ons passen, die komen ook heel vaak uit Almere vandaan. En dat is ook eigenlijk de reden waarom wij de keuze gemaakt hebben om hier te komen. Want ik kan dit niet alleen. Ik heb daar allemaal goede mensen voor nodig. En daar is de kans groter voor die te vinden in Almere of Lelystad of in de polder zelf dan dat het is in Amsterdam.